je hoort misschien buiten vuurwerk. Dit is, ja. Is dat niet lastig voor... Nou ja. Nee, dit kan wel, dit kan wel. Maurice? Ja. Het was een heerlijk jaar. Ik vind die champagne niet zo lekker, moet ik zeggen. Nee, maar ja, goed. Ik ben ook geen champagne drinker. Frankrijk, hè? Maar ja, de oudejaarsaflevering. Ja. We gaan het gewoon doen. We zitten hier met oliebolletjes. Ja, dus poedersuiker en alles. Het is supergezellig. We hebben net nog wat foodzoekers afgestoken buiten. Vind ik dat leuk, hè? Ja, illegaal. Maar... Ja, maar ja, ik heb het ooit een keer geprobeerd om dan te kijken of je dan een Disney vuurwerkshow na kan maken. Maar ja. Dat is niet te doen. Nou, ik probeer dan altijd als ik dan inderdaad in de verte, als iemand dan zijn eigen vuurwerk gaat testen, dan zet ik snel even... Ja, wishes dan. Wishes! Of inderdaad, happily ever after aan. En dan toch een beetje dat gevoel van... Nou, hè, we zijn toch bijna in Orlando. En jij bent ook bijna in Orlando. Ja. Maar eerst nog even... Heb je je koffers al gepakt, of niet? Ja, dus hier, daar achter. Daar. Oh ja. De allerlaatste van 2019. Ja. Zullen we beginnen? Ja, dat is goed. Aflevering 103 van Theme Talk... van dinsdag 31 december 2019. Hartelijk welkom bij de allerlaatste Theme Talk van 2019. De eindejaarsaflevering waarin we nog één keer terugblikken op het jaar 2019. Het pretparkjaar 2019. Mm. Maurice, wat was jou opgevallen in pretparkjaar 2019? Nou, ik ben dus net een lijstje gaan maken met alle nieuwe dingen. We hebben goed rondgekeken in parken in de buurt en parken ver weg. Noem het maar op, Orlando, waar dan ook. Tokio. En dus echt, denk ik, best wel veel geopend nog. Dit jaar is veel geopend. Ja. En veel ook aangepast. Dus veel omgebouwd. Dus ik neem even een voorschotje. Maar bijvoorbeeld Land of Legends. Dat bestaat ongeveer uit de helft aangepaste attracties. Maar het is wel weer helemaal fris en nieuw. Ja. Pretparken lijken wel relevanter dan ooit. Ik vind het toch knap dat het toch een branche is, een business is... die zichzelf steeds weer in de kijker weet te zetten. Ja, dat is mij ook opgevallen. Dat het echt veel is dit jaar. 2019 was echt een goed pretparkjaar voor de liefhebber in ieder geval. Ja. Er is veel geopend. In Nederland zeker. Het is echt een goed jaar geweest. Er zijn ook allerlei podcasts bijgekomen. Nou. Ook podcasts die al bestonden, maar ook nieuwe podcasts. En we hebben nooit echt alle andere pretparkpodcasts besproken. Maar misschien is het wel leuk om voor één keer... alle pretparkpodcasts voor te lezen die we nu kennen. Ja. Zo hebben we dit jaar gezelschap gekregen van de Loopings podcast. Maar ook andere podcasts als pretparkpraatjes. Podcasts als Details en Ochtend in Pretparkland bestonden natuurlijk ook. We hebben After Park Lounge, Theme Park World, Theme Park World NL. Dat is een andere podcast, maar bijna dezelfde naam. Het Luisterhuis, Tovercast, Parkpraat en In de Wachtrij. En dan hebben we dit jaar ook nog Scarepod gekregen. Een podcast over Halloween en alles wat daarmee te maken heeft. Dus ook pretparken. En we hadden natuurlijk ook nog Zoo Inside. Maar die bestond vorig jaar al. Maar goed, die nemen we toch lekker mee. Dus inderdaad, ook voor de pretpark podcast fan is er... Nou ja, volgens mij nog nooit zoveel te luisteren geweest. Nou, er waren heel veel mensen die hun Spotify Wrapped hadden gemaakt. Dus wat ze het meest hadden geluisterd op Spotify. En daar stond dan toch heel vaak Theme Talk in bij heel veel mensen. Vernieuwde Tower of Terror, dat is aflevering 87. Mm-hmm. Dat was onze allerbest beluisterde podcast van 2019. Gevolgd door nummer 91, dat was Halloween in Walibi Holland. En nummer 88, Spooktochten, prijsstijgingen en andere zijn fratsen. Dat waren de best beluisterde theme talks van afgelopen jaar. Oké. Wil je nog meer horen? Ik heb nog meer Ja, nog meer leuke feitjes. Leuke feitjes. Ja, jij bent altijd van de cijfers over Theme Talk. Ik weet dat allemaal niet zo goed. We hebben een stijging van 999% in het aantal streams gehad afgelopen jaar. But there's always room for 1000. Ja, dat is mooi, toch? Nou ja, ik denk dat het ook gewoon het maximale aantal percentage is dat Spotify in onze Spotify Wrapped kon neerzetten. Maar 99% stijging in het aantal streams. 999. Ja. Het aantal volgers is met 648% gestegen afgelopen jaar. Dat is ook wel een goede stijging. Ja, doet mij al proosten. Ja. We gingen ook rond de wereld. We worden in 20 landen beluisterd. Luxemburg en Nieuw-Zeeland. En daar zegt Spotify bij... dat is alsof je een koptelefoonsnoer... van 18.727 kilometer hebt. Oh. Er zijn mensen in Nieuw-Zeeland die naar ons luisteren. Gaaf. In één land werd je extra goed ontvangen met Theme Talk. In België groeide ons publiek ook weer met 999%+. Dank u zeer. De Belgen zijn ons goed gezind. Is ook met stip het tweede land. Opvallend. Andere podcasts die mensen luisteren, die ook naar Theme Talk luisteren, heeft Spotify op een rijtje gezet van het afgelopen jaar. Mm-hmm. Theme Talk luisteraars luisteren ook naar Kleine Boodschap. Ja, Details. Ja. Man, de podcast. Ja. En de Loopings podcast. Oké. Nou, op zich geen verrassingen daar, denk ik. Nee.
Dat man, man, man van Domien. Dat is leuk, want Domien die luistert dan ook weer naar ons. Hè. Dat is zo'n mooie stad. Ja. Het was een fantastisch jaar. We hebben 45 afleveringen gemaakt dit jaar. In deze rap. Dat zijn er inmiddels al meer, denk ik. Ja. En in totaal zo'n 3000 minuten aan Theme Talk dit jaar. Dat is 50 uur. Dat is echt bizar. Dat slaat nergens op eigenlijk. Dus je kunt ruim 2 dagen lang kun je iemand vastbinden op een bed. En daar dan een speaker naast zetten. En dan ruim 2 dagen Theme Talk laten horen achter elkaar. Dat is toch wel een marteling, zou ik zeggen. We hebben echt records gebroken in onze luistercijfers dit jaar. Nou, dat mag geen geheim zijn als je 999%+ stijging hebt. We hebben de afleveringen bij zitten waarbij als ik het luistercijfer noem bij andere podcasters, dat ze zeggen... Alleen, het is wel, dat moet ik eerlijk zeggen, het varieert. Niet al onze afleveringen zijn even goed beluisterd. Wat mij altijd opvalt is als de Efteling in de titel zit, dat dan de afleveringen beter beluisterd worden. Dus onze luisteraar is wel echt Efteling-minded, valt op. Ja. En afleveringen waar Disneyland Parijs in de kop staat, staan echt stipt op 2. Okay. Als we geen van beide in de kop hebben, ik experimenteer daar wel eens mee, en dan gaat het toch in de aflevering erover, maar dan zet ik bijvoorbeeld in de titel van de aflevering bewust Fantasialand of zo. Ook, dan worden we ook nog steeds heel goed beluisterd, maar toch iets minder. De best beluisterde aflevering was over Walibi toch ook? Ja, dat was een aflevering inderdaad over Walibi, Holland en Halloween. Maar er stond ook Harry Potter in de titel. Ja. Dat was met Mark. Was dat wil ook nog wel eens helpen, ja. Ik vind, de statistieken zijn leuk om te bekijken. Ja. Goed om te kijken, wat willen mensen nou? Pretpark hoogtepuntje van afgelopen jaar? Denk misschien het meest magische moment, dat was nog niet eens in het park zelf. Nee. Ik ben natuurlijk wel naar China geweest dit jaar. Toen kwamen we uit Hongkong Disneyland en toen gingen we naar ons hotel toe. Toen gingen we zwemmen. En dan had je dus zeg maar tropische klimaat van Hongkong. Toen nog geen rellen, dus er vlogen nog geen Molotov cocktails je bad in. Ja. En dan kon je dus... Dat was wel een bad van Disney wel. Ja, zwembad van Disney. We sliepen in het Disney Hotel. Mm-hmm. En het uitzicht was fantastisch. Je keek in verte uit over de bergen. En dan had je dus in de bergen waren er kleine stadjes gebouwd. En dan keek je dan naartoe, door de palmbomen heen, liggend in je hotel zwembad. Dat was echt fantastisch. Overigens ook Grizzly Girls, super gaaf, in Hongkong Disneyland. Ja. Bezoek je in Hongkong aan Mystic Manor of in Shanghai aan Pirates of the Caribbean... Battle of the Sunken Treasure. Ja, ja. Fantastische attracties. Ik weet nog steeds niet wat ik nou beter vind. Maar ja, ik denk inderdaad gewoon die reis was... Die 2 weken, 2,5 week daar... Was echt wel onvergetelijk. Ja. Ja. En jouw hoogtepunt? De After Hours in Animal Kingdom. Oh ja. Ja, in mijn eentje in een boot... In een Navi River Journey. Uitleg krijgen in het station van hoe de animatronic werkt. Ja. Meerdere keren achter elkaar Flight of Passage kunnen doen. In een leeg Animal Kingdom rondlopen. Maar ik hoor jou nou zeggen, je kreeg uitleg hoe de animatronic werkt. Ja. Vertel eens. Nou, ze vertelde vooral dat er of het klopt, weet ik niet. Maar dat er 3 van zijn. Dat er 1, zeg maar, die gebruiken ze om te laten zien hoe het werkt. Mm-hmm. En er zijn er 2 daar. Ze staat op een kar. De sjamaan. Ja, die kan je niet zien, maar die staat op een kar. Die kunnen ze achteruit trekken. Mm-hmm. Dan kunnen ze de andere in rijden. En dan om de beurt kunnen ze onderhoud krijgen. Mm-hmm. Ja, dat hebben ze uitgelegd. Oké. Okay. En dat als dat ding aanstaat, dat er een soort van veiligheidszone om die pop heen is. Dat je absoluut niet meer in de buurt mag komen. Want die arm, die is 90 kilo. Die zwengt uit. En die hoekt je knock-out. Als het moet. Oh. Dus die stopt niet. Dus als dat ding aanstaat, dan is een soort van allerlei veiligheidsregels dat je niet in de buurt van die pop mag komen. Oh, wat gaaf. Ja. Wat is er nog meer verteld? Nou, dat was het eigenlijk. Oh. Ja, en dat het leuk was om daar te werken en zo. En dat die after hours soms een beetje... saai. Toen ik daar stond, kwam er niemand het station binnen. Dus niet lang. Dit is een van de populairste attracties, hè, van een van de best bezochte pretparken ter wereld. Mm-hmm. En er kwam niemand het station in. Ze stonden daar gewoon te wachten. Ja. En op een gegeven moment stuurden ze zo'n leeg bootje weg. Dat ze, ja, anders dan pelt het te veel op daarachter in die ride. Dus dan... ja. En de volgende dag stonden mensen weer om 7:30 ochtends aan de poort... om daar zo snel mogelijk in te rennen. Ja, grappig is dat, hè? Ja. Ja. Dus de after hours was wel mijn hoogtepuntje. Wat ik wel een mooie uitzending was dat toen. Ja, toch? Met die opname? Ja. Ja, die kun je nog ergens terugluisteren. Ja. Begin van dit jaar was dat. Zullen we even gewoon alle nieuwigheden doorlopen? Ik geef eigenlijk even de regie aan jou. Jij hebt een lijstje. Een lijstje dat zo volledig mogelijk is samenstellen met alle nieuwigheden van dit jaar. En daarin dus ook veel renovaties. Vooral in de Efteling. Hè? Oude Tuffer, Carnival Festival, Fabula. Dus allemaal verbouwingen eigenlijk. Ja. Maar ook Phantom Manor en Tower of Terror zijn dit jaar in Parijs onder handen genomen. Ik zou zeggen, shoot, begin maar gewoon. Waar moeten we beginnen? Misschien is het meest toonaangevende project van 2019... waar heel de wereld het over heeft. Je zou denken van, nou, wat kenmerkt nou echt pretparkseizoen 2019? Dan is dat toch echt snorri-touren in Europa Park. Nee, dat is dan natuurlijk Galaxy's Edge. Geopend in mei in
Californië. Ja. En geopend in augustus in Orlando. Ja. Jij bent er al geweest in Orlando. Ja. Ja, jij kunt er van alles over vertellen, denk ik. Ik kan er van alles over vertellen. Ga ik nog niet doen, want de volgende aflevering is een special over Galaxy's Edge. Mm-hmm. Het ding is dat in... En ik weet niet meer precies wanneer dat was. Volgens mij was dat in mei. Toen mocht Michiel Veenstra van Details, onze zeer gewaardeerde podcastvriend, die had via die lucky bastard dat hij is, die had geregeld via een castmember die kende, dat hij naar de castmember previews van Galaxy's Edge in Anaheim mocht. Ja. En ik weet nog dat ik met open mond naar die aflevering van Details heb zitten luisteren. Dat vond ik echt dat vond ik zo'n goed verslag. Mm-hmm. En zijn foto's ook. En ja, toen was de hype was real voor mij. De hype was al real. Ja. Ik vond het al ongelooflijk gaaf. Een paar jaar geleden, dat is trouwens niet een paar jaar geleden, dat was vorig jaar april, was ik in Anaheim. Toen was het natuurlijk nog niet open. Maar toen weet ik wel dat ik vanuit vanaf de lifthill van Big Thunder Mountain zag je Die rotsen. En zag je die huisjes. En zag je en keek je al dat gebied. En dan dacht ik al, wow, wat is dat immens groot. Ja, dit is ook voor Disney ook ongekend immens groot. Er zijn twee enorme themagebieden. In allebei de kanten van Amerika zijn tegelijkertijd gebouwd. Met een paar maanden verschil geopend. Met twee grote attracties per gebied. Met Millennium Falcon Smuggler's Run. Die heb je al wel gedaan. Ja. En ook nog met Rise of the Resistance. Daar moet ik nog in. En die moet je nog doen. Maar die is afgelopen maand geopend in Orlando. Nou, ik weet nog dat we toen vorige april daar liepen. En dat we ons hotel was aan de achterkant van Disneyland. Uh-huh. En toen moesten we om Disneyland heen lopen. Ja. En over een stoep. Aan de achterkant van Disneyland keek je dus aan tegen die enorme bouwplaats. En die rotspikes die eruit kwamen. Ja. En toen dacht ik, wat een immens project is dit. Ja. Wat moet het gaaf worden? En ja, ik heb er nu dan zelf ingelopen. Weliswaar aan de andere kant van Amerika, in Orlando. Ja, kijk, de opdracht die de Imagineers hebben gekregen is, we willen dat mensen de mogelijkheid krijgen om hun eigen Star Wars verhaal te beleven. En dat is echt gelukt. Ja. Als je onder die poort doorloopt, dan stap je in de wereld van Star Wars. Dat is echt goed gelukt. Het is wel de wereld van de Disney Star Wars films, volgens mij. Want de echte figuur als Darth Vader en zo, die zie je niet terug. Nee, die zijn in de kanon, zeg maar, waar je bent in het verhaal, zijn die al dood. Ja. Op Chewbacca na. En C-3PO en R2-D2. Ja. Dus die zie je daar echt. Het is echt heel erg goed. De volgende aflevering, dat is wel gaaf om te kunnen zeggen, komt daar vandaan. Ja, dus, gaan jij en Mark gaan dat live doen? Ja, we moeten wel even kijken hoe we dat doen. Ik heb daar mijn koffers al ingepakt. Korte broeken zitten erin, slippertjes, de hele mikmak. Zijn in je handbagage? In de handbagage, dat is een goed idee. In de handbagage. Ja, ja. Nee, dat wordt een belevenis, Maurice. Ik was erg onder de indruk van de pop van Hondo Onaka. Die daar toch hello, wel... Oké, zo niet meer. Ja. Die daar toch ook wel een goed showtje wegzet. Ja. En jou echt het idee geeft dat je echt persoonlijk door de attractie ingaat. Ja. Die jou persoonlijk begeleidt. Dat je vervolgens nog 30 andere mensen... Hij komt terug tijdens de rit. Ja. Dat is een beetje wat de Efteling probeert natuurlijk met... Symbolica. Oh, jij punctueel in Symbolica. Ja. Ja, dat is daar heel goed gelukt. Hè. Tijdens de rit, als je aan het vliegen bent, dan komt hij af en toe op je scherm met een soort van intercom naar je schreeuwen dat je het verkeerd doet. Ja, dat is fantastisch. Ja. Galaxy's Edge, ja, absoluut, denk ik. In ieder geval de belangrijkste ontwikkeling in pretparkland 2019. Heb jij daar blue milk op of green milk? Slokje. Ja. Was het wat? Nee. Oh, dat is namelijk de signature snack van Star Wars Galaxy's Edge. Namelijk de blauwe melk die ook in films wordt gedronken, maar dat vond jij niet zo. We zijn wel in Olga's Cantina geweest. Mm-hmm. Ja, dat is ook gaaf. Dat is echt een horecabeleving in een verhaal, in een story. Dat is echt fantastisch. Met DJ Rex erbij. DJ Rex. Een aangepaste menukaart die wel niet de Star Wars namen laat zien en dan weer niet. En dan denk je, nou nee, wacht, verkoop toch niet goed genoeg. We gaan het eraan passen. Nee, maar dat was bij niet bij Ronto Roasters, maar hoe heet het andere... Horeca.nl. Dat was niet daar. Ook als Cantina? Nee, ook als Cantina heeft wel die naam aangehouden. Er was een horeca.nl, een quick service restaurant. Ah, oké. Okay. De Point. Dat is een heel makkelijke naam. Heel rare naam. Dat is raar, dat ik dat even vergeten. Ik ga het nu opzoeken. Ja. Dat is ook het mooie aan podcast, is je kan gewoon zeggen, joh, hey, we zijn het even kwijt. Ja, hoe heet dat restaurant? Maar inderdaad, daar hadden ze problemen met de namen van de gerechten. Je kan daar bijvoorbeeld Andorian Tip Yip. Wat dan eigenlijk gewoon kip is. Maar dan dacht je, ja, wat is dan Andorian Tip-Yip? Even kijken hoor. Er zijn dus wat restaurants daar. Ik ben de naam kwijt van dat ding. Ik heb er gegeten. Oh ja, ik zie het al. Docking Bay 7. Aha. Ja, daar had je inderdaad bijvoorbeeld de Andorian Tip-Yip en zo. Dat was eigenlijk een kipgerecht. Ja. Allemaal van die Star Wars namen. En daar hebben ze mee geëxperimenteerd. Omdat ze toch dachten dat mensen dat verwarring opleverden. En wat vooral gebeurde volgens mij,
Is dat mensen bij de kassa, als ze eenmaal aan de beurt waren, nog eens een keer gingen vragen, wat is Enderian Tip? Je hebt, ook al stond het eronder dat het kip was, gingen mensen alsnog vragen. Ja. En dat kost tijd. En zeker in zo'n gebied waar ze echt capaciteit moeten rammen, want er komen zoveel mensen. Alles is ook aangepast in thema. Je hebt ook geen dollars, maar credits. Ja. Tof. En, absoluut. Jij gaat er op een paar dagen heen. Absoluut pretpark hoogtepunt van dit jaar. Ja, dat is denk ik het enige wat in Walt Disney World geopend is dit jaar. Nee, de Skyliner. Ja, daar ben ik nog niet in geweest. Nee, want toen jij er was, toen was er net een storing. Ja, had hij een ongelukje gehad. Ja. Ben ik nog wel benieuwd naar hoe dat uiteindelijk uitpakt. En in Walt Disney World ook nog nieuw dit jaar was het ingangsgebied van Hollywood Studios. Wat ze flink op de schop hadden genomen. Ziet er heel netjes en goed uit. Mm-hmm. Nou, er is net nog een Riviera Resort geopend. Een nieuw hotel. Nou, ja, dat is deze week open gegaan. Ja. Over de top luxe en voor de Disney Vacation Club members, maar dan in het luxe segment daarvan. Nou, en als we dan toch in Orlando blijven, 30 kilometer verderop. Mm-hmm. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Ja, niet in geweest. Nee. Maar staat wel hoog op het lijstje nu. Want ik en denk niet wel dat jij er was en dat hij dicht was, maar je bent gewoon niet in Universal geweest. Nou, niet dus in dat Universal Park. Niet naar Islands of Adventure. Ik ben alleen naar Halloweenavond geweest. En toen was dat deel van het resort, Islands of Adventure, niet open. Ja. Maar gaaf. Het ziet er heel gaaf uit op de beelden. En het is wel echt een themed rollercoaster weer. Hoe spoiler-free ben jij nog rondom Hagrid? Of heb je alles al gezien? Daar heb ik wel wat van gezien. Dat weet ik wel hoe het gaat. Maar dat geeft toch niks? Ja. Dat is inmiddels ook weer een beetje weggezakt. Over Rise of the Resistance wilde jij niks weten? Of ja, niet? Ik heb toch de Imagineering Story afgekeken. Ja, er zit een spoiler in. Er zit wel een gigantische spoiler in over die scène met Kylo Ren. Ja, sorry hoor, maar... Ja. Dat hadden ze niet voor mij. Dat vind ik niet handig van Disney. Ja, precies. Anyhow. Dus in Orlando zijn dat de hoogtepunten van dit jaar. Ja. Disney Plus sowieso nog even over hebben of niet? Want het is ook wel een dingetje van dit jaar. Het dingetje van dit jaar. Dat Disney Plus, de eigen streamingsdienst van Disney, is eindelijk heeft het levenslicht gezien. Eerst in Nederland. Een paar weken kon je het gratis proberen. En daarna is het wereldwijd, althans Nederland, Canada en United States, is het opengezet. In België en zo, Frankrijk en andere landen moeten mensen nog even wachten tot en met maart, geloof ik. Maar dan zal uiteindelijk wereldwijd het Disney Plus project worden uitgerold. Ik heb gelezen dat er Netflix klanten zijn weggelopen richting Disney Plus. Ja, vind ik altijd moeilijk. Dat is altijd moeilijk om dat te zeggen, hè? Hmm. Maar ik geloof dat het heel goed loopt. En wat natuurlijk een grote kijktip is, is de Imagineering Story. Ja. Een zesdelige reeks, geloof ik. Uit mijn hoofd wel, ja. Over Imagineering van Disney, de mensen die alle attracties bedenken. Geweldige rondom de wereld. Serie. Geweldige serie. Ja, in Japan, in Anaheim, in Parijs, Orlando, noem het maar op. Ik ben sinds die serie nog meer fan geworden van Legendary Imagineer Joe Rohde. Ik vind het fantastisch inspirerend hoe hij vertelt hoe het ontstaan van Animal Kingdom, maar ook hoe die later keuzes en dingen verdedigd vertelt. Ja. Was dat nou ook in de Imagineering Story dat hij vertelde dat hij niet over alle projecten waar hij opgezet wordt even enthousiast is. Maar dan toch gaat zoeken waar kan ik nou dat magische in halen om er toch enthousiast over te worden. Ja, dat vind ik wel echt cool. Als je zo'n creatief bent, kijk die serie. Hij was ook degene die aan het hoofd stond van het Guardians of the Galaxy verhaal van Tower of Terror in Disney Anaheim. Ja. Alhoewel ik dat een beetje een gek verhaal vind, want dat is redelijk gelijktijdig met Avatar. Ja. Ja, en ik heb soms het idee, en dan ga ik een beetje voor mijn beurt spreken, maar ik heb soms het idee dat Disney hem gewoon naar voren schuift als jij bent de superstar Imagineer hier. Ja, jij bent leuk, dus. Ja, doe jij maar dat verhaal op het podium, dan kan jij goed. Maar of het dan echt zijn project is, dat weet ik dan niet. Maar goed. Ja, ja dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Oké. Okay, okay. Ja. Over Disney aanpassingen gesproken aan Tower of Terror. Ja, ja. In Parijs is dit jaar ook Tower of Terror onder handen genomen. En die is nu, heeft nu eigenlijk drie verschillende storylines. Elke liftschacht heeft zijn eigen verhaal. En het draait allemaal rondom een creepy, verdwenen, eng meisje dat nog steeds door de gangen zwerft van Tower of Terror. Weet je, ik denk dat het een mooie aanleiding is om überhaupt Disneyland Parijs in 2019 even te bespreken. Ook daar is namelijk veel gebeurd. In die zin dat veel gebeurd is. Veel verhoogd. Dat de prijzen zijn duurder geworden. Er is een nieuwe CEO gekomen. Natasha Rafalski. Het bedrijf viel eventjes onder de westerse parken. Dus was één groepje met Anaheim, Orlando, Parijs. En dat is nu zit Disneyland Parijs in één keer in een clubje met Hongkong en Shanghai. Nou, zo zijn er allerlei dingen veranderd het afgelopen jaar in Parijs. En ging het
dit voorjaar en eigenlijk vorig jaar rond deze tijd zeiden we eigenlijk Disneyprijs op de goede weg. Dit voorjaar ging het eigenlijk nog wel toppie. Alleen eigenlijk sinds afgelopen zomer, en dat tekent toch wel 2019. Alle budgetcuts overal, is alle bezuinigingen. Ja, en zie ik weinig positieve berichten over Disneyprijs. Ja. Ook in de fan Twitter, de jongens achter de DLP Report. Dat is zeg maar de opvolger van ED92. Die jongens die daar eerst achter zaten doen nu dat. Ja, die zijn niet positief over dat park. En dat vind ik dan wel weer jammer dat 2019 daar niet zo goed eindigt. Het was jaar waarschijnlijk wel goed, want het regent bezoekers en euro's bij de kassa. Maar het is voor de liefhebber en mensen die van service en een goed park houden, is Disneyland Parijs op dit moment toch nog even... Het is het niet, hè? Ja, jammer, hè? Ja, restaurants die gesloten blijven. Het is elke dag kun je weer nieuwe klachten lezen over inderdaad de non-service daar. Ik snap het niet. We hebben dit jaar de term Disappointment Parijs in het leven geroepen. Ja. Ook nu weer kunnen we het hebben over de kassaprijzen. We hebben het er vorige week even over gehad. Verhoogd naar €112 voor een hopperticket voor beide parken. Voor één dag. Of voor één dag één park, €92. Dat is één voor de kerst, hè, waarschijnlijk alleen. Maar ja, toch, nee, goed, ja, maar dan nog. Het is niet dat er aanbod... Nee, het is veel. Het is bizar en het is schandalig. Ja. Ook wat ook een dieptepunt was, dat in het voormalige Cinemagiek Theater... dat ze daar nu een scherm hebben gehangen waar je de show van The Lion King kon zien, die in het andere park live werd opgevoerd. Dat overigens dat Lion King seizoen, Lion King en Jungle seizoen, werd goed ontvangen. Dat was een heel goed seizoen. Er was veel entertainment. Ja. Dat was gaaf. Ook een show bij het kasteel op de Centraal Hub. En maar het is dan waarschijnlijk nog gemaakt niet onder de bewind van Cijfertjes Dame Natasha Rafalski. Nee, dat denk ik niet. Het nieuwe theater, het Frontierland Theater, ziet er goed uit. En echt een prachtige productie van The Lion King. Daar kan je niks van zeggen. Dat was echt helemaal top. Ja. Alleen dat dit voor najaar... Voor die boven dat theater moest de trein bijvoorbeeld wel dicht. De stoomtrein. En die is nog steeds dicht. Die is nog steeds dicht. Ja. Kijk, het gaat niet heel goed daar wat dat betreft. En dat is jammer. Kwalitatief dan. Cijfermatig volgens mij wel. Omdat inderdaad alle records worden gebroken. Ja. Het gaat als een trein, maar dan eentje die wel rijdt. Maar het is volgens mij omdat er gewoon heel weinig kosten worden gemaakt. Er is geen vernieuwing. En de prijzen worden verhoogd. Ja, dat was 2019. Ja, dat was inderdaad 2019 voor Disneyland Parijs. Ik hoop voor hun in 2020 dat ze eindelijk ons echt even meer kunnen gaan vertellen over hoe het park er zo uitziet. Want ja, we weten al wel, er komt een groot meer en Frozen en er is wel een concept art van. Maar ik vind het allemaal nog net een beetje vaag. Ik heb er nog net geen beeld bij hoe dat park er straks uitziet, het Walt Disney Studios Park. Ja. Dus wat dat betreft hoop ik dat 2020 het jaar wordt dat we daar toch echt eens wat van gaan zien. Dat die kel gegraven wordt voor dat meer. Ja. En dat we misschien de eerste Frozen dingen gaan zien. Nou, dat vind het wel lang duren. Die 2 miljard investering is ook alweer minder dan een jaar geleden inmiddels. Dat is 2 jaar geleden alweer. Toen werd Land of Legends aangekondigd van Bobby Aanland. Mooi. Maar er is wel een ander hoogtepunt dat je hebt gemist in Disneyland Parijs dit jaar. Phantom Manor. Is weer open gegaan. Ja, ik vind die attractie er echt op vooruit gegaan. Het enige wat ik jammer vind is, ik vind de... Vertel jij van, neem ik een hapje oliebol. Dat is goed. Lekker zijn ze, krentenbol. Mijn moeder gebakken. En zonder rozijnen. Nee, dit, je hebt nu een krentenbol. Oh nee, je hebt nu een normale. Nee, maar we hebben ook krentenbollen. Ja. Je moet even dat zijn die ernaast. Ja. Maar kijk, Phantom Manor is opgeknapt, is er op vooruit gegaan. Alles zit er weer fris uit. De animatronics ziet er weer fris uit. Stem van Vincent Price. Ja, die stem van Vincent Price, daar ben ik nog niet helemaal... Oh, nee? Nee, kijk, ik vind het gaaf dat die stem er is, omdat hij ook Engels spreekt. Alleen het enige wat mij stoort, dat is het enige smetje op die attractie nu. Het geluid zat te zacht. Als je binnenkomt, die eerste kamer, iedereen praat daar nog. Van, oh, we komen hier binnen. Bonjour. Iedereen loopt te lullen in die kamer. Je hoort die voice-over niet. Dan ga je die stretch room in en dan is het net te zacht. Dus nee, mensen praten er overheen. Het pakt net niet. Het is net niet hard genoeg om je aandacht te grijpen. Oh, dat is jammer. Dat is echt een minpunt. Voor, ja. Maar verder is Disneyland Parijs echt wel erop vooruit gegaan qua Phantom Manor. Want die attractie is echt beter nu dan voordat zijn onderhoudsbeurt begon. Die overigens wel echt, hoe lang geduurd heeft? Ja, wij is gestart toen wij begonnen met Teamtalk. En is weer geopend in maart. Dus die is flink lang dicht geweest. Dat was dan 2019 in Disneyland. Ja. Zullen we even naar de Efteling gaan? 2019? Mm-hmm. Er zijn ook wel wat dingen aangepast. Maar ook veel dingen gebeurd. Symbolica aangepast. Kan een festival, Fabula, Oude Tuffer. Er is echt veel gebeurd. Ja. Er zijn zwanen geopend. Zes zwanen geopend, dit jaar. Ja. Maar toch had ik niet het gevoel dat de Efteling nou enorm booming was dit jaar of zo. Ja, weet ik eigenlijk niet. Booming in welke zin bedoel je? Nou, ik had niet aandacht idee, of qua bezoekers. Aandacht en of drukte en... Ja. Ik vond de zomeravonden niet zo druk. Ja, de Efteling heeft wel aandacht gekregen dit jaar, maar dan vooral negatief.
Dus het gedoe over Carnaval Festival. Toen ze dat aankondigden, kwam gelijk iedereen weer in het nieuws van... oh, de Efteling buigt voor racisme-roepers. Ja. En ook met het stikstofverhaal dat de Efteling kwaad zou zijn richting de buren... en dat ze niet zouden denken aan de omgeving. Ja. Dus dat soort dingen. Het bestemmingsplan inderdaad, wat in de Raad van State ligt. Ja. Waar ja. onlangs wel een positieve uitspraak over is geweest. Ja, dus zeg maar een advies... Een stichting die adviseert de rechters van de Raad van State over dit soort milieukwesties. Ja. Die hebben gezegd, nou, het ziet er nu goed uit, dus het kan verder. Maar vaak worden dat soort adviezen opgevolgd door de Raad van State. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze alsnog besluiten anders te kiezen. Oei, dat is lastig. Ja. Maar dat is gevoelsmatig. We zullen zien of de Efteling dit jaar meer of minder dan die 5,2 miljoen bezoekers heeft gehaald. Maar er is wel veel gebeurd. Zullen we ze gewoon allemaal even doornemen? Ja, Carnaval Festival, de reopening. Ik vind er een geslaagde aanpassing. Met een nieuwe lichtshow overal ledverlichting. Als die karretjes stil worden gezet, omdat er iemand moet instappen die wat slechter te been is. Dan begint er een nieuwe lichtshow te spelen. Alle poppen gaan anders bewegen. Muziek verandert. Vind ik heel leuk gedaan. Ja. En vind ik echt een goede aanpassing geworden. De fanfare, ja. Carnaval Festival blijft natuurlijk een beetje een vreemde eten erbij. Maar alsnog... Ja. Ik vind het een goede aanpassing. Ik had gehoopt dat ze daar iets meer in de aankleding en de scènes toch iets, iets rijker hadden gemaakt. Maar dan ga je tornen aan de originele ontwerpen van Joop Geesink. Ja, maar het voelt nog wel... Het is een jaren 80 attractie die ze qua techniek nu naar 2019 hebben gebracht. Maar qua feel blijft hij toch een beetje hangen in de jaren 90, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. De oude maar Tuffer. Het is wel de klassieke natuurlijk, hè. De classic, de attractie. Iedereen kent het. Efteling. Ta, 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 ta. Ja, ja. Dus, moet je ook niet te veel aan veranderen. Moet je niet te veel aan willen veranderen, denk ik. De oude Tuffer. De autootjesbaan. Ja, we zijn aangepast. Een muziekje heb je nu on-ride. De karretjes hebben allerlei eigen klaksonnetjes gekregen. Ik heb er vorige week nog een rondje gemaakt. Dat was hartstikke leuk. Wat een ander tutertje dan de vorige keer. Elke autootje heeft nu zijn eigen geluidje, volgens mij. Dat is leuk gedaan. En een heel grappig verhaal trouwens. De medewerker die er stond, Max heet die. Die begon met zo'n ruitenwisser ding. Begon die onze ruit te wissen. Maar er was helemaal geen ruit. Maar een beetje Walt Disney World-achtig entertainment van het personeel. Superleuk. Ja, vind ik leuk. Ja. Klopte hij nog even op de auto terwijl hij tegen het raam aan tikte, zogenaamd. Weet je wel. Dus zo, wat leuk. Goed. Leuk grapje. Ja, nou, ook denk ik, ja, je hebt 100 kritiekpunten te bedenken. Maar denk een goede upgrade van een attractie geweest. Wow. Ik vind er eigenlijk niet zoveel op aan te werken. Ja, ik vind het wel weer. Dat is wel weer een beetje vergeten eigenlijk. Ja, dat ja goed. Was. Met de vogelverschrikker die rondjes gaat draaien. Met de oude Tuffer. De oude Tuffer die nog langs de route staat. Die omkantelt en waar rook uitkomt, weet je wel. Ja. Overal kippen die kakelen en hazen die uit de grond omhoog komen. Ik vind dat een leuke aanpassing ook weer. De Bob? Bob is weg. Helaas. Nou, we hebben wel het afscheid was een mooie avond met Jurgen de Vrijlieg. Ja, het was een leuke avond. Ja. 1 september uit mijn hoofd. Of 31 augustus. Ja, het was aan het einde van de zomer inderdaad. Ja, ja. Het was een mooie avond, ja. Ja. Nou ja, hoeven niet meer veel meer over te zeggen, toch? Nee, ja, we gaan het missen. We hebben al zo vaak over gesproken gehad dit jaar. Ja, veel bekende gezichten gezien. Ook even met Koen Bertels gesproken. En met Lex Lemmons. Ja, Efteling, dat was leuk. Icoon. Ja. Heel gaaf. Ja. En ook een aanpassing in symbolica. Van, nee. Dat is zeer recent, ja. Ja, zeer recent. Maar goed, toch ook leuk. Ja. 3 punctueel animatronics toegevoegd die het verhaal ietsje verduidelijken. Echt veel gebeurt in Efteling, want dan hebben we Fabula en de 6 zwanen nog niet eens genoemd. Nee, precies. Fabula hebben we echt onlangs ook nog over gehad. Non de gie, wat is er veel gebeurd in Efteling dit jaar. Ja, dan zit je dan met je stilstand. Ik vond het meevallen. Uitbreiding ook van Pols Keuken. Ja, ja, ja. Alicia's Kruidenkas. Heb je al wat gedronken? Nee. Ja, dat is wel een leuk stukje. Mooi aangekleed. Ook nog een nieuwigheid in Efteling was de smaakmaker. De broodjes Unox worstenkar. Oh ja. Naast de Polles Keuken. Dus daar hebben ze flink wat... Karo is ook nieuw dit jaar, of niet? Of nee, is het was vorig jaar al. Oh, was vorig jaar al. Oké. Ja. Ze hebben flink huisgehouden in het gebied van symbolica. Dus Efteling blijft bezig. Ja. Top. Zes zwanen. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Mooi sprookje erbij. Ja. Ja. Attractieve waarde denk ik wel enigszins teleurstellend en tekortschietend. Ja. Ja. Zeker voor de dagjesbezoeker die helemaal geen idee heeft waar het over gaat. Het schijnt in België wel een bekend verhaal te zijn. Ja, dat hoorde ik. Het schijnt een radiosprookje te zijn. Ja. Daar, ja. Ja. En Fabula natuurlijk, ja. Ja. Nou, daar hebben we al zoveel over gehad de laatste weken. Ja, precies. Luister dan even de laatste paar teamtalks terug. Mm. Als jij het jaar van de Efteling nu moet samenvatten, wat zou je, hoe zou je terugkijken op jaar 2019? Consolidatie en versterking. Dat vind ik zo die smerige woorden. Ja, ik ook. Maar ik vind het hier wel van toepassing. Het was de slogan waarmee destijds afscheid werd genomen van Bart de Boer. Ja. Ze hebben dit jaar hebben ze wel Carnaval Festival, ze hebben Symbolica, Oude Tuffer, Pannendroom. Ze hebben het allemaal onder handen genomen en een beetje geüpgraded na 2019-2020. Ja. Met de 6 zwanen heeft de Efteling een schattig sprookje bij. En een wens die heel veel fans al jarenlang hadden,
De Efteling heeft een kleine invulattractie nodig. Nou, die is nu in vervulling gebracht. Ik weet niet of dat dan ook de attractie is die de gedroomde... Ja, oké. Okay, maar ja, het is er wel. Ja. Het is er wel. Ja, een reeks vernieuwingen die een beetje lijkt in de lijn van vorig jaar. Hè, toen we de Python hadden, toen ze die in maart heropenden. Ja. Compleet nieuw gebouwd, een paar miljoen neergestoken. Ja, de Efteling is nu eenmaal een park met attracties van 30, 40 jaar oud in sommige gevallen. Die moet je af en toe flink onder handen nemen of opnieuw opbouwen. Dat nou, doen ze wel goed. Wat gaan we in 2020 dan opnieuw opgebouwd zien worden? Misschien Spookslot. Ja, daar moet gewoon wat gebeuren. Daar, want... moet eigenlijk, als je gaat kijken naar de attractie die de Efteling heeft. Villa Volta hoop ik heel erg dat ze die een beetje onder handen gaan nemen. Ligt er staat er ook al sinds 96. Hè? Ja. Ja. Ze hebben Droomvlucht aangepakt. Ze hebben Fata Morgana aangepakt. Pannendroom. Bob hebben ze aangepakt. Piranha hebben ze aangepakt. Karel Festival. Vogelrok. Python. Ja, inderdaad. Ruigrijk hebben ze natuurlijk Vliegen Hollander. Oh, misschien Vliegen Hollander misschien. Ik zou zeggen Vliegen Hollander en Villa Volta. Ja. Daar mogen ze wat mij betreft nu wat aan gaan verbeteren. En dan zeker de Vliegen Hollander. Ja. En Vogelrok moet ik toch zeggen, daar hebben ze al nieuwe effecten toegevoegd. Ja. Dat was ook dit jaar. Ja. Maar klopt. Dat heeft ook niet, dat heeft allemaal niet lang volgehouden. Ja. Dus daar moet nog wat een en ander gebeuren. Maar oké. Ik heb vertrouwen in de Efteling. 2020 wordt alweer een leuk jaar dus. En met een nieuwe achtbaan in ieder geval. En ja waarschijnlijk verwacht ik toch wel, als de Raad van State nou even een positieve uitspraak doet, dat we in 2020 dan eigenlijk die grote aankondiging krijgen van Circus Balancé. Meer duidelijkheid. Hè? De Circus achtbaan. En, of misschien toch wel een totaal ander project. Ja. Waar we tot nu toe niks van weten. Hmm. Hmm. In de wandelgangen hoor ik niks. Jij wel? Oké. Okay. Nee, ik ook niet. Nee, we gaan het horen. Over veranderingen gesproken. Ja. En ombouwingen. Gaan we weer naar Fantasieland. Crazy Bats. Ah ook ja. Opnieuw dit jaar. Ja. Jij bent erin geweest. Je was er geen fan van. Nee. Ik ben erin geweest. Ik was misselijk van. Ja. Ja. Mm. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik was wel fan van Crazy Bats. Ik ben er twee keer in geweest. 's Ochtends en 's avonds een keertje. 's Ochtends direct naar de opening erin gegaan. En 's avonds net voor sluiting van de rij in de rij gestaan. Ja, ik vind het een superleuke uitbreiding. Een VR-bril. Een virtual reality-bril in een donkere, langzame binnenachtbaan. Mm-hmm. Ik vind dat een topcombinatie. En ik vind de animaties goed. Ik vind de muziek prima. Ik vind het verhaal oké, leuk, vrolijk, familievriendelijk. Ik vind het een goede toevoeging. Oké. Okay. Nou ja, ik ben. En het is gratis. En ik had niet zo'n idee dat het zo'n hap nam uit de capaciteit. Ja, ik dus wel. Maar het gaat met die lopende band met die brillen. Dat nu niet helemaal. Mm. Dat systeem werkt niet helemaal goed meer. Maar het is een leuke. Ja, aan de achter. Ze kunnen daarmee schuiven hè, met die brillen. Zo. Het ligt op een soort van ding. Ja. Oh, dat had ik niet gezien. Maar prima uitbreiding, denk ik. Ja, ik ben geen fan. Maar, nee, maar Fantasieland heeft verder niks echt geopend dit jaar natuurlijk. Ja, heel veel Rockburg natuurlijk. Ja, aankondiging Rockburg. Ja, misschien wel volgend jaar. Na 2020 wordt denk ik wel het jaar van Fly. Ja. Ja, moet dat niet moet hij wel openen. Ja, dat gaat dus wel gebeuren. Ja. Maar de eerste launched coaster ter wereld. En ook meteen de langste flying coaster ter wereld. Ja, gaaf. Dat wordt echt een ding. Laat dat maar een Fantasieland over. Ik vind dat kunnen ze wel. Ik denk dat de hele achtbaan community wereldwijd naar Broel komt volgend jaar. En dat moeten ze al voor Taron. Ik denk echt dat dit wordt een ding. Het is een Vekoma natuurlijk. Ja. Dit gaat de achtbaanindustrie veranderen. Dat wordt mijn voorspelling voor 2020. Ik verwacht heel veel van Fly. Ja. De theming niet zo. Ik vind het industriële wel leuk, maar ik denk dat niet het ding wordt waarom die attractie bijzonder wordt. Die attractie wordt bijzonder omdat het... ik bedoel, jij weet hoe vet een Fly coaster kan zijn. Heel heftig, hè? Ja. Maar dat en dan gelanceerd worden... Ja, maar dat kan ook heel soepel. Dan, dat moet haast wel een echte vliegervaring zijn. Je zou bijna Soarin' moeten noemen, die attractie. Ja. Daarover gesproken. Mooi bruggetje. Mm. In Tokyo, DisneySea, is Soarin' geopend. Ja, we zijn er allebei niet geweest dit jaar, helaas. Nee. Heb je plannen? Nee. Nee. Maar ik wil er wel een keer weer naartoe. Ik ben heel benieuwd naar Soarin'. De attractie zelf. Maar daar heet die Soarin', ja, toch? Soarin', ja, met ING, ja. Deze Soarin' die ken je ook in Epcot, in Anaheim. In Shanghai draait hij ook. En dus ook dezelfde film in Tokio. Maar de wachtrij en de voorshows, dat ziet er wel zo fenomenaal adembenemend uit. Met projecties op schilderijen en die komen er weer tot leven. En dan, het is echt weer zoals alleen Tokyo Disney het kan. Geweldig. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben er nooit geweest. Ik zou het willen ervaren. Ja, heeft het dezelfde muziek als Soarin' in Epcot? Ik denk het wel, maar dat vind ik de mooiste pretparkmuziek die er is. Ja, de oude variant denk ik dat jij bedoelt. Want Soarin' over California. Een verknipte variant. Sowieso Soarin' over California. De film was beter, de muziek was beter. Ja, de projectiekwaliteit was slechter en daardoor is het veranderd. Ja, maar, dat snap ik wel. Maar ik vind die nieuwe, ik vind die nep Taj Mahal, die nep olifant, ik vind die zo mooi. Ja.
Nou, ja, oké. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Ja. Ja, 2019, iets dichter bij huis. Wat was er hier allemaal nog? Nou, in Malibu, Belgium ben jij in Popcorn Revenge geweest. Nou, dat was ook dit jaar, ja. Dat was een verrassing, hè? Dat was nou echt een verrassing, ja. Positieve verrassing. Interactieve dark ride. Karretjes die lijken heel erg op Symbolica. Vaders, hè? Ja, zelfde merk namelijk, ETF. Mm-hmm. Maar dan met pistooltjes en dan schieten op popcorns in bioscoopzalen. Ja, ik vond het hilarisch. Echt de verrassing van het jaar. Popcorn Revenge in Walibi Belgium. Je was er super positief over in onze aflevering. Luister even terug ook weer. In het oude pand waar eerst een Alibaba dark ride zat. En dat hebben ze heel leuk aangetemd alsof het India is. Bollywood is dan een beetje het thema natuurlijk. Echt heel goed gedaan. Leuke attractie, Popcorn Revenge. Staat ook op het lijstje van 2019 ergens in de top 5. Oké. Okay. Ja. Voor Smugglers Run nog? Nee, ik denk dat Smugglers Run wel iets hoger staat. Toch wel, ja. Toch wel. Ja. Maar goed, misschien dat Popcorn Ik denk Revenge... dat wel boven Fabula. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat, ik denk dat ik dat ook wel ga vinden. Hmm. Als ik Popcorn Revenge een keer ga doen. Oké. Okay. Ja. Over vrolijke dark ride gesproken. Ja. In PortAventura, toch wel een van jouw lievelingsparken... Ja. Is de... Sesame Street... Ja, hoe heet dat ding nou? Ja. Er is een Sesamstraat dark ride geopend. Mm-hmm. En ik was helemaal verliefd op de on-ride, maar ik ben de naam kwijt. Van de... Even kijken hoor, PortAventura. We zoeken het gewoon even op, hè. Dat is het mooie. Zo is ook dat was 2019. Street Mission, dat is ook een interactieve dark ride. Mm-hmm. Daar zit Pino ook in. Of ja, Big Bird heet hij eigenlijk. Die je nu ook kunt ontmoeten in PortAventura. Ja, sinds kort, ja. Maar dat is ook wel weer echt een ding in 2019. Ja, het is zo... Ik rij... Het is heel erg, ik ben vier keer naar Orlando geweest. Maar ik vlieg toch niet even op en neer naar PortAventura voor één attractie. Maar die staat wel op het lijstje om nog even te doen. Nou, de vorige aflevering heb ik al gezegd dat ik graag naar Ferrariland wil nog een keer. Dus de PortAventura staat on the list, kunnen we wel zeggen. Ja. En ook, ja, ook, het is echt bizar hoeveel er geopend is dit jaar. Ook is er ieder jaar zo? Dark ride geopend, hè? Snorri Touren. Ja, niet geweest. Allebei niet geweest. Nee, want toen ik er was in Europa Park moest die nog openen. Ja. Dat is natuurlijk een voorschot op het grote waterpark dat ook nog dit jaar is geopend, de Hulantica. Ook daar zijn we niet geweest, maar ook dat ziet er zeer veelbelovend uit. Ja, 17 glijbanen geloof ik en wildwaterversnellingen en thematisatie aan de binnenkant. Ik moet wel zeggen, ik heb de foto's en filmpjes gezien allemaal. Ik kreeg heel veel zin van om er naartoe te gaan, maar ik denk wel dat ik het niet zo mooi ga vinden als ik oorspronkelijk had gehoopt. Ja. Ik had echt verwacht dat Europa Park nu toch eindelijk eens die stijlvolle bouwstijl zou gaan blijven hanteren van een Belrock, van een Kronazar. Maar dat is... Ja, Rulantica is toch nog steeds een soort Aqua Mexicana 3.0. Gewoon een grote hal met daarin heel veel waterpret. Ja, ja. Ja, toch als Europa Park mijn verrassing van... Van afgelopen jaar. De Can-Can Coaster, niet helemaal van dit jaar natuurlijk, was eigenlijk van het jaar daarvoor, maar ik vond de Can-Can Coaster erg leuk. Ja. 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 Ja, en sowieso, ik ben er dit jaar ook weer geweest. Het was heerlijk. En ook dit jaar was ik er helemaal weer ondersteboven geblazen door al die kwaliteit in de horeca, in de capaciteit. Dat blijven toch de twee knallers voor mij van Europa Park. En dat zijn ook dingen die andere parken nooit echt goed voor elkaar weten te krijgen. Andere parken zijn nooit zo goed in capaciteit. En andere parken zijn ook nooit zo goed in aanbod en kwaliteit aan eten. Dat is toch bijzonder. Terwijl andere parken wel beter zijn in thematisatie van gebieden, in storytelling. Maar Europa Park is dan juist weer in die zaken waar je een andere park aan ergert. Ja. Dus Europa Park is daar echt vooruitstrevend. Extreem goed in. Ja, ja. Ja. Gek, hè? Ja, ja, okay. Toch fijn dat het er is. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Weet je wat er ook nog nieuw was dit jaar? Nou? Untamed. Ja, moeten we toch... Ook nog? Ja, had ik ook bovenaan mijn lijstje staan. Dat is namelijk mijn nummer 1 opening van dit jaar. Oh ja? Ja. Boven Popcorn Revenge en Fabula en Galaxy's Edge? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, omdat het zo dicht bij huis is. Ja, oké. Okay. Dit is een van de allerbeste achtbanen waar ik ooit in ben geweest. Ja. Het is smooth. Het is lekker. Ik zit er lekker in, jij niet. Maar ik vind het een heerlijke achtbaan. En, ik ben heel blij dat dit in Nederland staat. Ik vond eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen, dat na de opening de hype snel wegzakte. Ja. Ik vond ook de reclamecampagne maar kort duren. Ik had verwacht, nou, dat gaat nog wel even door. Maar ja, dat viel toch een beetje tegen. Maar ja, Untamed, joh, fantastisch, geweldig. Voor mij was de opening van Untamed misschien wel een van de pretparkhoogtepunten van dit jaar. Ja. Vond dat zo'n verrassing. We hadden denk ik de tweede of derde rit. Ja, zoiets, ja. Na de opening vrij snel konden we erin. En het was fantastisch. Ja. Echt geweldig. Blijf maar doorknallen. Inderdaad, wat je zegt, ik zit er niet zo lekker in. Mijn schenen die worden afgeklemd door die
Ik weet niet hoe ik mijn benen er anders hou dan jij of zo. Of dat ik langer ben. Nog geen idee. Maar in ieder geval, mijn benen waren in ieder geval afgeklemd door die scheenklemmen. Maar afgezien van dat, het is echt vanaf start tot finish. Je bent er een stuk door en doorknallen. Het is een fantastische achtbaan en een geweldige toevoeging aan de achtbanen in Nederland. En als het zonnetje schijnt, is de aankleding nog best te doen. Ja. Als het regenachtig, en als het donker is, helemaal. Ja, maar als het regenachtig is en het is een beetje grijs, dan is het een heel droevig pretparkdeel, dat wildernis. Ja. En ik vind nog steeds dat Gravity hoort niet thuis in pretparken. Dat blijft mijn mening. Ja. Maar de achtbaan maakt heel veel goed. Dus Untamed, ja, zeker een van de hoogtepunten van 2019. Ja. Nou, er zijn gelukkig ook parken die nog wel stijlvolle gebieden trachten te openen. Ja. Waaronder Bobby Aland. Ja. Land of Legends. Daar was jij heel enthousiast over. Ja. Ja, Fury vond ik een geweldige achtbaan. Met de persopening kon ik er helaas niet bij zijn. Maar ik ben daarna natuurlijk nog wel gegaan. Ja, ook dat heel goede achtbaan. Niet zo goed als Untamed. Maar zeker wel de beste achtbaan van België op dit moment. En ik vind ook het feit dat ze het een compleet themagebied omheen hebben gebouwd. En ook bestaande attracties in hebben meeverwerkt. Vind ik heel slim bedacht. En ja, goed aangepakt. En ik ben heel blij dat Bobby Aland deze kant nu opgaat. En toen ze die themakant opgingen met de Forbidden Caves, die iets verderop ligt, toen werd dat nogal een beetje afgestraft online. Waren de mensen niet zo van onder de indruk. Maar ik geloof dat Fury en Land of Legends wel erg in de smaak. Ja, dat doen ze heel netjes. Mm-hmm. Zeker. Ja. Dus ik hoop heel erg dat ze nu ook bij Parks Rey Needles, de overkoepelende organisatie van Bobby Aland en Slagharen en Move Park Germany, dat ze daar inzien dat het loont om te investeren in zulke nieuwe achtbanen. En zo hebben ze in Move Park Germany ook Star Trek Operation Enterprise geopend een paar jaar terug. Ook een fantastische achtbaan. Zeker het hoogtepunt van het park. En ook Fury is wat mij betreft het hoogtepunt van Bobby Aland. Dus als de parken zo blijven vernieuwen en verbeteren, helemaal top. Dan wordt dat een gelukkig nieuwjaar. Ja, 2020 Bobby Aland. Er staat geen nieuwe attractie op de penning, hè? Niet dat ik weet, nee. Is ook niet nodig, even een jaartje gewoon een teren jaartje, op. Ja, zo 2, 3, 4 jaar hier op teren kan prima. Ja, voor zo'n park kan dat prima, denk ik. Ja, zeker. Ja, en jij hebt de lijst met alle dingen van dit jaar. Wat is er nog meer gebeurd in 2019? Nou, ik ben dus nog nooit zoveel in één jaar naar Halloween events geweest. In 2019 ben ik naar Bobby Aland Halloween geweest. Naar Toverland Halloween. Naar Walibi Holland met Halloween. En verder ben ik ook nog naar de Horror Zone geweest in Best. En Scare Me in Almere. Dat waren allemaal verschillende griezel events. En jij bent toen naar de Horror Nights geweest in Orlando. Ja. Daar was je wat minder enthousiast over. Maar ik vond het leuk om weer... Ik vond het wel leuk. Ik heb een leuke avond gehad. Ja. Ja, maar het was veel te druk en veel te duur. Duur. Maar ik moet zeggen, ik heb genoten van al die Halloween events. En dat ook begeleid met de podcast Scarepot. Die dat heel leuk doet. Dennis doet dat heel leuk. Ja, dat was een interessant griezeljaar. Of ja, eigenlijk anderhalve maand, want daarin vindt dat allemaal plaats. Ja. Hoewel Scare Me in Almere vorige week op 21 december nog wel een aparte Scare Miss kersteditie had. Dus ik denk dat we dat steeds vaker gaan zien. Horror events buiten de oktobermaand om. Ja. Nou, heel goed. Horror is here to stay, ook in de pretparken, bleek wel in 2019. Ja. En ik denk dat we daarmee ook alle benoemenswaardige evenementen en attracties van dit jaar hebben besproken. Het is echt veel. Het was een druk jaar. Het was druk. Het was wel heel leuk. Ja, het was heel leuk. Ook de theme talks waren leuk van dit jaar. Ook wij zelf hebben nog wat leuke dingen mogen organiseren. Natuurlijk de 100ste in Toverland. Maar ook een paar weken terug. Maar ook de pubquiz. De pubquiz niet te vergeten. Afgelopen januari. In welk pretpark is een frikandel het goedkoopst? Ja, het was Drouwende Zand. Want dan zijn ze gratis. Ja, ja. Maar ja, het was echt heel erg leuk. En in ieder geval, als je het afgelopen jaar naar ons geluisterd hebt, dingen naar ons gestuurd hebt, hebt gedoneerd, hebt getweet, met ons in de WhatsApp-groep hebt gezeten, noem maar op, ons bent gaan volgen op Instagram, weet ik het. Bedankt voor het steunen het afgelopen jaar. En ga daar vooral in 2020 mee door, zou ik zeggen. Ja, want in 2019 hebben we inderdaad ook een groep trouwe luisteraars mogen toevoegen die ook nog een donatie hebben overgemaakt. Zijn we super dankbaar voor. En we willen daar volgend jaar natuurlijk ook nog wat mee gaan doen en voor gaan doen. Ja, we hebben een appgroep met 148 deelnemers. Supergezellig. Ja. Supergezellig. Daarover gesproken. Dit jaar is ook nog pretpark.club opgericht. Een forum. En dat is blijkbaar opgericht na onze pubquiz in januari. Ja, goed. We zijn de makers van dat forum zijn toen met elkaar meegelopen naar de auto. En toen hebben ze een paar plannetjes hebben ze gesmeed. En daaruit is
blijkbaar, dus mede dankzij TeamTalk, is pretparkclub ontstaan. Ja, ik vond het erg mooi dat Michael zei dat zijn pretparkhobby weer een beetje was aangewakkerd door onze slappige ouwe hoeren in deze podcast. Okay. En dat vind ik ook mooi. Ik denk dat 2019 ook wel een jaar is geweest voor veel mensen voor het herontdekken van de hobby. Ja. En dat is mooi. Dat moeten we in 2020 voortzetten. Ja. Nou, er gaan een hoop mooie dingen gebeuren. Dus volgens mij is er ook genoeg te bespreken. Mm-hmm. Komend jaar ook weer, denk ik. Ja, ik vond het genieten. We gaan door, toch? We gaan door. Ik zie nog een reden om te stoppen. Aflevering 150 komend jaar. Tot aflevering 200 jaar daarna. Goh, wie weet. We gingen wel naar 2 keer per week. 150. Dagelijks. Dagelijks 10 minuten. En dan nu de laatste pretparkberichten op BNR. Hier is Thomas van Groningen. Moeten die aan het denken houden, opschrijven uit. Ik vind 1 keer in de week vind ik echt prima. Ja. Ja, we proberen nog steeds iedere week een aflevering te maken. Dat lukt ook. We hebben nog nooit een week overgeslagen. Nee. Ja, dat is niet waar. We hebben 1 keer de week overgeslagen, maar dan hebben we dat weer in aantal weer goed gemaakt. Ja, snap precies. Je? Ja. We laten weer een aparte kleine aflevering opgenomen om het goed te maken. Ja, maar ja, wauw. Ik vind jou ook nog steeds leuk. Ja, ik jou wat minder, maar nee, weet je, dat is niet zo is. Gelukkig. 2019 was het jaar waarin ik een abonnement kocht op Walt Disney World met mijn gekke kop. En 2020 wordt het jaar dat die afloopt. Jeetje. Ja. Ga je het missen? Nou ja, misschien wordt hij wel verlengd, weet jij veel. Ja, weet niet. Nou, ik denk het wel. Het zou mij niet verbazen. En 2020 wordt ook het jaar, denk ik, waarin we toch nog eens een keer wat extra andere buitenlandse parkjes willen doen. Ik wil heel graag toch de Britse park een keer bezoeken. Mm-hmm. Oh ja, Alton Towers zou ik wel eens een keer naartoe willen. Thor Park zou ik wel een keer willen zien. 2020 is ook het jaar waarin wij ons abonnement op Aardbeienland kunnen gaan gebruiken. Ja, zeker. We hebben van de andere pretpark podcasters gehad. Dankjewel Details, dankjewel Achter in Pretparkland, dankjewel Kleine Boodschap voor dit prachtige cadeau. Komend seizoen heb ik een abonnement ook op Movie Park Germany, Bobbejaanland en Slagharen. Ja, ik ook. En Belantis, waar ik nog nooit ben geweest. Nee. Gaan we hier naartoe? Helemaal ver weg in Duitsland. Gaan we hier naartoe rijden, Belantis? Moet toch wel. Roadtripje, lachen. 17 uur in de auto. Ja. Hoppakee. En ik wil ook heel gek, ik heb op een of andere manier sinds een paar weken een gekke fascinatie voor Gardaland. Hmm. Ben je er ooit geweest? Nee, nooit. Nee. Ik ben wel ooit een keer in Italië geweest, maar het was een paar uur en dat was toen door de bergen rijden en toen weer weg. Hmm. Maar ik wil ook nog wel een keertje naar Gardaland. Ja, dat is wel weer zo end weg. PortAventura, nou goed genoeg te bezoeken. Ja. Ik ben afgelopen jaar in Park Asterix nog geweest. Wil ik komend jaar ook nog een keer bezoeken. Park Asterix, is daar niks nieuws geopend? Ja, er is een nieuwe 3D-film. Over enorme stenen die gegooid werden. Menhir Express? Attention Menhir. Ah ja. Dat betekent pas op steen. Ja, de Menhir Express is weer een andere attractie in Park Asterix. Dat is de Steen Express en Attention Menhir is pas op steen. Ja. Een film waarin Obelix allemaal stenen gooit. Vond ik wel leuk. Ah, ja. Vond ik wel aardig. Ja. Ja. Was ook van dit jaar. Het was een leuk jaar. Ik word altijd een beetje emotioneel aan het einde van het jaar. Heb jij dat ook? Nou, ik op zich niet hoor, maar ik vind het wel leuk om alles nog zo weer eens te overzien. Om inderdaad nog eens zo'n vogelvlucht overview van 2019 te houden. 2020, ja. Het is een weinig belovend jaar. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren in 2020. Ja, ik hoop dat Max en Moritz ons toch nog weten verrassen. Weinig belovend klinkt wat dramatisch, maar het is niet dat er echt een groot project op stapel staat. Ik verwacht komend jaar toch nog wel een grote aankondiging in Disneyland Parijs. Oké. Okay. Had ik al eerder gezegd, maar ik denk misschien toch Mickey's en Minnie's Runaway Railway in het Disneyland Park. I don't know. Oh, ja. Die attractie gaat overigens open komend jaar in Disney Hollywood Studios. Dus daar verwacht ik wel van. We gaan meer zien van de bouw van de Tron-achtbaan komend jaar. Gaat een hotel open bij Plopsa? Ja. Ook leuk. Rookburg natuurlijk gaat open in Fantasia, dat hebben we al even genoemd. Er gaat echt wel hoop gebeuren. En weet je wat het is? De pretparkbusiness gaat hartstikke lekker. En er gaat zoveel gebeuren nog de komende jaren. Ik denk dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat we niks te bespreken hebben. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Zeker. Dat denk ik ook. Thomas, er wordt buiten al bijna afgeteld. Dus ik denk dat wij onze vuurpijlen moeten gaan inpakken en richting... Nou, ik heb dus zo'n enorme boombox speaker voor buiten. Die grijze daar achter jou. Ah, ja. En ik heb daar de soundtrack van Happily Ever After op ingeladen. Ja, en onze taak is om dat dus dan synchroon met de vuurpijlen van de buren af te spelen. Ja, zet je een Happily Ever en dan bam. Ja. Ja. En ik heb voor jou dan het lichtgevende Tinkerbell pak. Okay. En dan moet jij hier vanaf 8 etages hoog naar beneden. Ja, oké. Okay. Hangt er wel een touw of wordt dat gewoon op goed geluk springen? Gewoon springen, kijken of je komt. Oké. Maurice, Thomas, ik wens jou een zeer, zeer goed uiteinde van 2019. En ik zie je graag in 2020 terug. En dan gaan we gewoon door. En dat geldt ook voor iedereen die hier naar luistert.
Zo is het. Ja, Thomas, ik wens je ook nog een paar fijne uurtjes dit jaar. Ik vind het leuk dat we dit nog steeds aan het doen zijn. En wat mij betreft wordt 2020 niet anders. Ik zou zeggen, Thomas... We klinken nog één keer met de shampoopel. Ja, heerlijk. Tot 2020. En veel plezier in Orlando. Ja, dankjewel. Ik ga gewoon op vakantie zo meteen. Ja. Ja, je moet met ik moet even 1 januari nog even naar oma. Dat doen we altijd. Ja, precies. En dan wegwezen. 2 januari vroeg richting Schiphol. Ja, gaaf. Ik ben jaloers, maar ik heb zin in jullie verslag. En nu kan ik eindelijk eens zeggen, Maries, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Nu trouwens de kruiddampen optrekken. Weet je wat we ook nog zijn vergeten? Nou? Dat was ook nog een brandend paard dit jaar. Was ook nog een hoop gedoe over. Okay. Ja, die dierengekken. Ja. Die over de reling sprongen bij Ravelijn. Ja, oh, ja. En ik had ook nog een gesprek in aflevering 59 met Peter op het Hof. De blinde pretparkfan. Oh ja. Dat was een interessant gesprek was dat. Dat was leuk, ja. Ja, luistertip. Op de valreep nog van dit jaar werd Comic Station, het noodlijdende indoor pretpark op Antwerpen Centraal, verkocht aan Plopsa. Ja. Studio 100. Samson die trouwens een nieuw baasje heeft, maar dat is weinig... Maar dat is ook een beetje pretparknieuws. Ja, 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 ja. En over gered gesproken, Wildlands is ook nog gered dit jaar. Ja, door de burgemeester. Ja, ja, Epic Universe aangekondigd. Oh ja, het nieuwe Universal Park zou je bijna vergeten. Ja, oh jeetje. Er ging in Slagharen ging er ook nog een klimparcours open. De Black Hill Ranger Path. Ja. Was dit voorjaar. En in Toverland hebben ze toen die enorme animatronic draak toegevoegd aan Phoenix. Die dark ride scène aan het begin. Ja. En over draken trouwens. In de Efteling, Joris en de Draak. Oh, inderdaad. Daarvan werd bekend dat de draak Edna voor altijd stil zou blijven staan. Ja. Oh, we hebben ook nog Plopsa. Die hebben een nieuwe Dino Splash. Een boomstambaan. Die opent volgend jaar. Maar daar gaven ze dit jaar... Een soort van avant-première voor. En in Bellewaerde. Bellewaerde Aquapark is ook dit jaar geopend. Ja, ja, ja. Oh, wat is er veel gebeurd? Trump die naar Walt Disney World ging, maar toch niet ging. Maar toch wel niet, ja. Het was het jaartje het wel. Het was het jaartje wel. Dit jaar bestond The Haunted Mansion 50 jaar. Ja, en we hadden dit jaar ook onze 50ste aflevering. Daar begonnen we mee. En 2019 was het jaar van het allerlaatste Negen Pleinenfestijn. Ja, goed dat we nog even zo'n na-evaluatie houden. Ja, het was me het jaartje echt wel, Maurice. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ongelooflijk. En nu ga ik gewoon echt een shampoobol. Ik ga een feestje bouwen. Ja, tot later. Is goed. Hey, doei hè. Tot volgend jaar.